All International. De truck en track the pool wedstrijd van dit seizoen. Vandaag zijn we te gast in de IJsselhallen in Zwolle. Met drie spannende en natuurlijk altijd weer sensationele onderdelen. Als eerste staat de 3,5 ton vrije klasse op het programma. Dan de mini-poelers. En als laatste, zeg maar, het klapstuk van de veiling, de 4,5 ton vrije klasse. Eerste deelnemer aan de 3,5 ton vrije klasse, de judge. Een machine met twee Rolls-Royce Griffin motoren, afkomstig uit een bommenwerp uit de Tweede Wereldoorlog. Als eerste dus van start met Theo Fijn uit het Overijsselse Belt Schutsloot op de bok. Nou, eens kijken wat hij ervan gaat maken. Dan heeft hij weg met heel veel geweld. Gaat Theo de eerste afstand neerzetten. En dat doet hij uiteindelijk op, daar is het gebeurd, 69 meter en 53 centimeter. En dat betekent geen finale plaats. En terwijl Theo wordt teruggesleept naar de pit, start Bas Liefding, de Whispering Giant. Ja, we gaan weer vliegen. Ook deze keer geweldige machine. Drie isotop turbinemotoren. Tezamen 6000 pk. Maar krijgt hij voldoende grip op de Zwolse kleibaan? Dat is natuurlijk de vraag. En haalt hij een full pool? Bas Liefding. En daar is hij weg. Ja, het ziet er goed uit. Maar hoe ver gaat hij komen? Op weg naar die full pool-lijn. En dat gaat dus niet lukken. 83 meter en 35 centimeter. Ja, daar hadden de Noord-Hollanders toch wat meer van verwacht. Maar ja, het is niet anders. Heel veel publiek. Uitverkocht daar in Zwolle. Jaap van Diest zet de fraai beschilderde helm op en neemt plaats op de Barrel Eagle Beaver. Grootste plannen heeft het team voor dit seizoen. En Jaap geeft gas. En het gaat goed, zeg. Hoe ver gaat hij komen? En het stopt op 75 meter en 84 centimeter. Nog maar eens een keer kijken. Het zag er zeer spectaculair uit met een grote vlammenzee. Maar daar wordt meteen op ingegrepen door de mensen van de NTTO, de Nederlandse Truck and Tractor Pool organisatie. Volgende start een bekende uit het circuit, Q18 Popeye. John van Alphen uit het Brabantse Blaarland start. Twee Ellison vliegtuigmotoren, tezamen goed voor 3500 pk. 65 meter en 63 centimeter. Ja, toch ook wel een beetje een tegenvallend resultaat voor de heren. Maar er wordt hard gewerkt aan de nieuwe Q8 Popeye. En die zal zijn debuut gaan maken bij de eerste buitenwedstrijd. Dit is de Viper van Joop Wouters uit Heteren. Drie Keith Black motoren natuurlijk. In een stair-step configuratie. Het is maar dat u het weet. Maar het zwommert wat heen en weer, hè? Van links naar rechts. 62 meter en 48 centimeter. Ja, en het maakt een geweldig kabaal. Maar dat vinden de mensen mooi daar, hoor. Dan de thuisrijder, afkomstig uit Zwolle en vandaag in Zwolle aan de start. De Intertechno Lambada met Wim Dingerik junior aan het stuur. Nederlands en Europees kampioen in deze klasse. Dus hij is wat assistant verplicht. Ja hoor, en een schitterende full pool. De eerste ook die over de 85 meter grens gaat. En dat willen ze zien daar. Green Monster, Tobias Horstkamp uit Sassenberg, Vuurtorf in Duitsland, nabij Osnabrück. Twee hooggetunede Ellison-motoren met methanol-injectie. Ja, kijk er beschaam. Ja, ook een full pool. Afgelopen jaren niet van het glaas trachtenpoolingteam. Henk Koopman uit Putten. Vorig jaar de verrassing van de competitie. De man uit Putten heeft weer flink gesleuteld deze zomer, hoor. En daar gaat hij. De hoofd ziet er goed uit. Heel gedegen. Ja, die Henk. Henkie uit Putten doet het goed. Duimpje omhoog. Ja, hij kan lachen. En terecht. Als Henk gaat zweten op de bok, gaat het goed. Ja, dat hoorde de speaker zeggen. Dat zien we dus terug straks.
Green Fighter uit Duitsland. Schitterende machine, twee side-by-side Ellison vliegtuigmotoren. Internationaal erkend gevaarte, deze machine ook een full pull. Zien we ook dus terug in de finale. Die pittig zal zijn, want die wagen gaat dadelijk gewoon nog een bekje zwaarder. En dan gaan we even kijken wie het sterkste is. Enrico Fulletoen was dat. En dit de Deltaloid Simply Irresistible. Voor het laatst hier op de conventionele banden. De mannen uit Dronten hebben voor de volgende wedstrijd nieuwe Poelig 2000 banden gekocht. Dus kijken wat ze vandaag doen. Nou, dat houdt snel op, zeg. 41 meter en 29 centimeter. Weet je niet. Nou, daar zijn ze niet blij mee. De Seaside Affair. Voor de laatste keer aan de start met deze motorconfiguratie in Ahoy. Overigens aanstaande zaterdag aanstaande is het weer zover. Het is een hele nieuwe machine. Daar dan. En nu eens kijken wat ze in Zwolle doen. De Wheelie Maker. Ja, een mooie full pool op de achterwieltjes. De Seaside Affair. En de laatste starter is de Rebel. Een Rolls-Royce Griffin motor op alcohol omgebouwd. Hij gaat goed op het gas in ieder geval. Ja, maar dan, ja, u hoort het. Lijkt het alsof de machine het niet helemaal kan trekken. Wiebert, wabbert, zwabbert heen en weer. En 45 meter en 62 centimeter is het resultaat. Dus wij gaan kijken wie zit er in de pool of Green Monster uit Duitsland. Intertechno Lambada, de Bandit Seaside Affair en de Green Fighter gaan we zo dadelijk terugzien. Dat is een publiekslieveling in Zwolle, Wim Dingerink. Gaat goed van start. Goede grip, goede balans. Maar we ongeveer, ja, je kunt het zien, 70 meter rook bij de rechter motor. En gelijk is de power weg. 77 meter en 57 centimeter. Toch een afstand waar de concurrentie maar moet zien aan te komen. Maar ja, ik heb mijn twijfels eerlijk gezegd. Wow. Tobias Horstkamp met Green Monster. Gevaarlijke concurrent hoor voor de Zollenaren. Nou, hoe is die weg? Volle vermogen. Uit de machine persend. Ja, gaat goed hoor. 77 meter en 99 centimeter. 42 centimeter verder. Ja, en dat terwijl de Lambada op het laatst dus met twee motoren verder moest. Maar goed, in ieder geval een goede prestatie van Tobias Horstkamp. En dit is de Bandit met Henk Koopman. 6000 paardenkrachten op volle toeren richting de eindstreep. Waar zal die stoppen? De sleepwagen, daarachter die remt natuurlijk weer alle macht. Ja, kijk eens blij zijn. Haha, 83 meter en 30 centimeter. Voorlopig staan ze op winst. Dus de jonge honden uit Putten. Goeie run hoor, van Henk Koopman. En blij dat ze zijn. Maar ja, nog heel even wachten, want er is nog een deelnemer die ze de overwinning zou kunnen ontnemen. Op dit moment gaat hij aan kop. En dat is Hans Kramer uit Castricum met de Seaside Affair. Daar staat de machine klaar. Spannende momenten natuurlijk, vlak voor de start. Hoe ver gaat hij komen? Nou, dit ziet er veelbelovend uit in ieder geval. ...77 meter en 33 centimeter. Oh, wat een mooie wedstrijd, zeg. De derde tractor in de 77 meter. Helaas net een vierde plaats voor de Seaside Affair. De andere vriendenlist, de Green Fighter uit Duitsland... ...was helaas niet in staat om de finale te rijden. Hier staat nu op het hoogste schavot Henk Koopman. We zullen maar denken dat de eerste klap een daalder waard is. Voor hem in ieder geval. En dan de uitslagen op een rijtje, terwijl hij trots zijn bloemetjes omhoog houdt. Die staat hier dan eerst de Bende, 83 meter en 30 centimeter. Tweede Green Monster, 77 meter en 99 centimeter. Derde de Intertechno Lambada, 77 meter en 57 centimeter. Vierde Seaside Affair, 77 meter en 33 centimeter. En geen start dus voor de Green Fighter.
Wij praten met Henk Koopman. In de finale dus bijna weer een voetpool voor hem. Ja, dat was dat is fantastisch. Je durft zulke dingen natuurlijk alleen maar te hopen. Vooral omdat we veel nieuwe dingen aan de trekker gedaan hebben. We hebben veel dingen veranderd. Onder andere het brandstofsysteem hebben we verbeterd. Zodat dit beter de motoren aan kan vullen met methanol. En we hebben de achteras, hebben we een nieuw binnenwerk in gemonteerd. Wat steviger moet zijn en beter, omdat we vorig jaar ook daar schijfproblemen mee hadden. En de banden hebben we aangescherpt. Dus dat zijn eigenlijk de grootste veranderingen die we gedaan hebben. Als er wat kapot zou zijn gegaan, wat had je dan het eerste verwacht? Kapot met deze lopende motoren, denk ik, zoals we de trekker nu voor elkaar hadden, dat de drijfstang in de motor en de krukas, dat het zwakste punt is. Omdat de motoren nu wel zoveel per kaas leveren. Zo'n motor die is er wel voor gebouwd. Maar ja, je vraagt dingen van zo'n motor. Zo'n motor kan elk moment kan niet begeven. En ja, dan kan er een drijfstang door de bak heen komen. Ja. Over hoeveel pk praten we? Ik denk, zoals we vandaag liepen, dat we zeker rond de 1800-1900 pk per motor zitten. Dan heb je de banden ook veranderd. Hoe belangrijk zijn de banden? Nou, in tractorkoeling heb je, dat zeggen ze, de 3 B's. De 3 B's, dat wil zeggen de belangrijkste dingen van tractorkoeling. Dat zijn B, de banden. 2, de baan. En 3, de balans van de trekker. Nou, zoals je hoort, de banden die zitten daarin. En dingen die je zelf voor de tijd kan veranderen, dat zijn de banden. Dus dat hebben we gedaan. We hebben het profiel aangescherpt. Daar hebben we een speciaal apparaat voor. En dat snijdt een heel dun laagje van het voorste kammetje af. Zodat hij weer helemaal scherp wordt. En dat is gewoon een van de belangrijkste dingen. Maar ook de baan hier was goed. We hebben veel gewicht voor aan de trek hangen. En dat wil zeggen, ja, dan kun je pk's aan de grond zetten. En dat is gewoon heel belangrijk. En wij zijn zo dadelijk weer bij u terug.